komt de vis. Het is toch weer oude mensen met een paletje werken, hè? Dat is gewoon... Daar ontkom je toch niet aan als je zo buiten bezig bent. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Met dingen die je dan eigenlijk nooit meer gebruikt, zo... Wat ik fijn vind van dit soort gebiedjes, is dat het eigenlijk... Het is letterlijk modder, dus het is ook echt aan modder, hè. Dus je kunt in wezen zo heerlijk schetsen en het daar eigenlijk bij laten. Dus hier. Zo. Mooi, ja, die vogeltjes die hier dan zo wakker zijn. Oh, dat is veel te netjes. Ja, gadverdamme. Ik ga eerst maar wat kleur opbrengen. Ja, mijn opa zei altijd van zorg eerst maar dat er verf op komt. En dan zie je daarna wel verder. Mooi hè, die koeien. Zo. Dan gaan we strakjes. Ja, ik doe het even zo. Ja, welk kwastje pakken we deze? Soms dan kom je erachter dat er nog wel wat op zit op dat kwastje waar je nog wat mee kan. De kleur is ook wel arbitrair. Eigenlijk heb ik dat gewoon, door gaan zetten. Dat soort manieren van sfeertjes. Ja. Aan de ene kant is het ouderwets, aan de andere kant blijft het gewoon mij altijd boeien. Dus het is altijd weer actueel. Laat ik de achtergrond zo of zet ik die karakteristieke bomen die van deze omgeving of die bij deze omgeving horen erin? Zie je wat een verschil als je de boompjes in zet, dat dan die voorgrond in één keer is die voorgrond verkwanseld, zeg maar. Ja, ik zet die bomen er nou in omdat ze er in wezen dominant, voor mij tenminste, dominant het landschap beheersen. Ik zit er altijd naar te kijken naar die bomen. En daar kun je ook weer een apart schilderijtje van maken. Maar toch zijn ze wel leuk. Het is wel leuk. Ja. Zo. Nog erger. Zie je wel hoe erg dat is?
is een ramp. Zo'n klote ramp. Ja. Dus was het ook niks. En dan moet je je voorstellen over een uur. Nou, dan zijn we wel klaar. Als het dan uitziet. Kijk, een goede vlek is ook wat waard, hè? Wat een onzin. Nee, ik weet niet wat ik doe. Nou, het is heel moeilijk om daar wat over te zeggen eigenlijk, want voor je het weet verknalt het weer. Ja, het is afstand. Nee, het is wel een beetje... Dan zie ik het. Lekker. Dan komt er in één keer weer licht aanzetten, hè? Achteruit. Ik ben eigenlijk, weet je wel, ik heb daar geen geduld voor om het eigenlijk goed voor te bereiden. Het is een beetje het ad hoc gebeuren, zeg maar. Vind ik ook wel leuk. Zo. Opa. Werk niet goed kan bekijken. Nou, ga ik hem dus verplaatsen en ik ga hem ook gelijk inkaderen en dan kan ik zien. Tomorrow I see. Wat is er mooi, zo'n handje dat je zoekt, een kind tegen mij. Maar als twee benen wezen gegroeid in het enige wat me rest te zijn. Het is al goed, het is al goed, het is al goed wat je doet. Het is al goed, het is al goed, het is al goed. Gisteren, hè? Want die grond, die aarde, hè? Die damp die er vanaf komt. Hè? Mooi. Sporen.
het warm onder mijn vingers. Schilderij op te zetten. Ik hou niet van slappe streekjes, hè. Het komt echt onmiddellijk. Een soort agressie. Als schet, zeg maar. Dan wordt het voor mij interessant. Het is nog steeds die akker. Het is nog steeds het gevoel. Ik ken al die muziek al, maar ik weet niet van wie. Ik kan helemaal geen zak zijn. Kijk hoor. Dat
Via npo.nl/top400 weet ik al een beetje waar ze genoteerd staan. Dat weet ik ook wanneer ze gaan klinken. Vanaf volgende week maandagochtend om 7 uur. De N130 is motet van Johann Sebastian Bach. Schurende kleuren Robert ten Herren. Uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging. Doordat ik gisteren buiten ben geweest. Hè? En dat was een opname, een live opname in de grote kerk van Alkmaar. Dus... Als je puur alleen zwart gebruikt, dan is het zo vlak. Dus dan vind ik het heel mooi om het met pruisjes blauw te mengen. En dat geeft ook een beetje die sfeer aan van die opkomende diep kou van de grond uit. Het is zo'n mooie kleur. Dus puur zwart is het niet, hè? Als ik nu doorga, dan verpest ik het. Dan verkloot ik het echt. Dat ga ik niet doen. Dus dat doe nog even iets heel kleins. Ik maak een groen. Die je ook niet in de tube kan krijgen. Dus het is altijd geen enkele kleur, tubekleur zeg maar, kom je in de natuur eigenlijk tegen. Maar gewoon... Ja, voor de live beleving dacht ik dat we applaus horen. Applaus in de grote kerk, de Alkmaar. Deze uitvoering van het motet Robert ten Herren. Muziek van Johann Sebastian Bach. Bach werd uit zijn is 230 door de Nederlandse Bachvereniging. Christophe Brigadien. En op het orgel horen we Siebe Henstra. De nieuwe release in het project All of Bach van de Nederlandse Bachvereniging. Die is mooi zieken. En te vinden, niet alleen in het geluid, zoals juist vrijgegeven en gepubliceerd, maar ook in beeld. Even binnenkijken in die mooie grote kerk in Alkmaar. Facebook bij de klassieker. Een duimpje omhoog, dat vinden we altijd fijn. En zo kunnen Olofbach en de klassieker. Heel ver Dank. Nog wat anders van. Dit is even, dit laat ik nu even rusten. Als ik in een museum kom of in een galerie of ergens, dan wil ik ergens naar kijken. En nu heb ik iets. Op de eerste waar ik zeg, nou, dan wil ik gewoon een tijd naar kijken. Dat er uiteindelijk morgen of overmorgen of een andere dag weer een nieuwe laag op komt. Dat is onvermijdelijk. In heel enkele gevallen ook niet. Maar dan zie ik het ook wel wat er gebeurt. Maar het is wel, waar ik echt nu het gevoel heb, is dat ik weer toch weer terug ben op de plek waar ik was. Dus op die akker. En het gaat echt helemaal niet meer om het landschap, maar gewoon om die innerlijke onrust wat eruit moet. Dus ik misbruik eigenlijk dan het landschap weer. Ja, arme landschap. Ja, pover. Ja. Tijdelijk, hè? Zolang je die kant op kijkt is het zo, maar als je de andere kant uit kijkt dan is het weer klaar.
Als ik door mijn ogenharen kijk, zie ik veel meer de werkelijkheid dan... Er zit nou kracht in. Als ik nu zeg maar door zou werken, dan ga ik er in de details werken. Dan ga ik er zitten klungelen in de kracht. Het fascineert me. En zolang het mij fascineert, is het nu goed, zeg maar. Dus het moet me blijven fascineren. En als het me op een gegeven moment niet meer fascineert, dan ga ik er dan door. Van Eijks en zo. Dat het mij niet raakt. Ik heb eigenlijk, soms dan fascineert mij lelijkheid nog meer dan mooie schilderijtjes of... Daar vind ik toch ook wel weer van dat landschap van gisteren ook. Hè? Als je daar bent, je kunt het eigenlijk helemaal niet schilderen. Dit is gewoon niet te schilderen. Het aanwezig zijn kun je niet schilderen. Dus alles wat je doet is er hooguit een expressie van. Ja, dan kun je wel focussen op een dijkje met een rijtje boompjes. Maar ja, die boompjes die verpesten het eigenlijk dan weer. Want het is de mind die dat weer die daar focust. Maar in wezen in het geheel zijn die bomen gewoon compleet als de lucht en als de aarde en als... Het is je hyperfocus van je conditionering, van het navigeren in het landschap, dat zegt van, oh, die boomtjes op een rij, scheef door de westenwind. Oh, mooi, poëtisch. Maar zodra ik het in een schilderijtje zet, dan ben ik gelijk kom ik mijn totale machteloosheid tegen. Dat ik dat hem niet kan waarmaken, dat is het niet. Ik ben ook niet van steen, misschien als ding die stond, en soms spok je nog steeds. Door mijn hoofd, dus bedankt voor die vlam, dat de klank er als nooit tevoren.
En zonder jou was het geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reunies. Bedankt voor die vlam, want ik maak veel nooit tevoren. En zonder jou was het geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reunies. En natuurlijk ben je bang voor de reunies. Het schil ik wel een appel op de reunies. Maar we zijn allebei volwassen op de reunies. Dus schudden we de hand op de reunies. Maar ik kan niet wachten op de reunies. Verf nodig? Ja. Ik heb geen olieverf niet tot mijn beschikking om zo even te geven, lief. Of je moet even kijken of er een schildersdoosje een waterverfje is. Dat weet ik zo niet of ik dat voor de handen heb. Waar heb jij al mijn verfjes? Oh, die kleintjes, die zijn naar opa gegaan. Die had ze nodig. Opa moest een schilderijtje restaureren. Na, na, na. Van dat landschap. Hè? Ik mag ook wel eens geweten worden. Alles gaan uitdrukken wat je maar wil, lief. Ja. Ik heb alle vrijheid. Maar gewoon niet denken, gewoon lekker gewoon aan de gang gaan. Soms kun je al met een paar lijnen alweer wat nieuws zien. Het is een beetje een bende geworden. Waarom? Bende. Als ik een nieuwe pak, ik denk dat het een nieuwe wordt. Want meestal gelijk ik het toch maar. Waarom je altijd de deuren open hebt? Om het licht doen. Ik heb licht nodig. Zonder licht kan ik niet werken. En waarom heb je ze dan helemaal open? Hè? Die twee? Ja. Hoe meer licht ik heb, hoe beter het is, Loen. Ik zit je helemaal niet op te wachten. Al die herrie, hè? Gebonden aan een heel erg aan de locatie. Van het, dat is echt. Daar kun je niets van gaan marchanderen, zeg maar. Het is zo bezig. Zo. Nou, hoeft ook niet de hele dag vandaag helemaal af te doen. Want we hebben nog meer tijd, hè? Ja. Kunnen we morgen ook nog doen, hè? Ja. En morgen is het een mooie dag. We gaan 's middags naar de bioscoop. En dan gaan we voor die tijd nog. Kunnen we nog even lekker hier. Oeh, de fijne kleur. Oeh, Loen. Het is prachtig, dit. Hier hou ik van. Het is puur heel erg mooi.
gebracht. Maar je moet ook dan aan die andere kant die kloof. Nee, ja, ik snap wat je bedoelt doen. Dan wil je er een balans in hebben, hè? Ja, dat is heel slim van jou. Ja, maar het moet ook voorzichtig zijn. Want... Ja, maar dan moet je een paar kleuren erbij doen. Ja. Maar weet je wat het is, Loen? Ik volg je advies wel op. Want je hebt wel gelijk. Maar aan die andere kant stonden geen bomen rijen. En dan wil ik die verte wil ik een beetje in stand houden. Even kijken, kom eens kijken. Wat vind jij? Mag nog wel aan die kant. Ja, ik vind het daar te rustig, hè? Een beetje, ja, kijk, daar zit dus ook nog wat, ja, weet niet. Ja. Ja, ik vind het daar een beetje te rustig als het daar zo, als je daar zit. Oh. Wat gaan we doen? Ja, ik heb het door. Oh, wat geniet ik hier weer van. Ja. Ik probeer het gewoon elke keer maar weer. Maar een zetje in de rug heb ik wel eens nodig, hoor. En dat is dit ook wel weer. Een zetje in de rug. Om ook weer eens weer zo'n schilderij te maken. Want dat had ik echt wel weer zin in. Maar als je er zin in hebt, dan doe je het. Mhm. Ja, precies. Ik kan ook niet schilderen. Daarom is het zo spannend. Er gebeurt er tenminste nog eens wat als je iets niet kan. Ik kon ook niet voetballen en toch voetbalde ik. Lopen? Heb je pijn in je arm, meis? Ja, je zit ook op de grond te werken. Dit is ook armoede, hè? Ja joh, het is het mooiste wat er is, joh. Even kijken, waar is dat spul nou? Het is niet veel meer. Wij niet verstaan, kunnen we niet zoveel mee. Wat is Volgens mij, ik vermoed Italiaans. Heel veel opera's zijn in het Italiaans. Of in het Duits. Waarom zijn er wel geen Nederlands? Oh, die zullen er vast wel zijn, lief. Of vertaald in het Nederlands. Dus ook, hè. We gaan er naar spotten, oké? Okay? Gaan we een keer naar het IJsselmeer? Let's go. Echt hoor, muis? Pap, kijk eens. Hier. Ah, niet te ver. Nou moet ik dit doen. Zie je wat ik doe? Ja. Ik hou niet van een strakke toets, hè. En aan de ene kant ook weer wel, maar... Dan krijgt het mooi. Ja, precies.
Ga nou maar eens kijken wat je erin ziet doen. Niks. Niks? Nee, spook. Oh, je ziet er een spook in. Ja. Hoe mooi is dat? Ja, er wordt weer geen eten vanavond. Je krijgt pas eten als je er wat in gaat zien. Nou, ik zie er ik zie er toch wel in. Ja? Ik zie er namelijk niks in. Dat kan je ook zien. Ja, precies. Het grote niets, hè, Lief? Het grote niets. Zelfs het café was dicht. Nou, erg eigenlijk, hè? Zo'n mooie plek, daar moet toch eigenlijk altijd soep te krijgen zijn. Ik ben zo blij mee. Maar, oh, ga je lekker hangen? Ja. Gezellig, hoor. Dat is ook hele goede muziek daarvoor. Is dit Afro Part? Ja. Ja, ik kijk door mijn oogharen. Weet je waarom ik dat doe, Loen? Dan wordt het vager en dan kan ik het geheel zien als ik door mijn oogharen kijk. Als ik vroeger wat zijn je oogharen? Nou, hier, de wenkbrauwen. Of de wimpertjes. De wimpertjes bedoel ik, de wimpers. Ik kwam vroeger met opa naar buiten en dan was hij ook met die schilderijtjes bezig. En dan zei hij altijd, je moet door je oogharen kijken. En wat je dan ziet, ga dat maar schilderen. Dan moet je het toch ook doen? Ja. Ja, dit is wel helemaal goed. Ja, dat is het resultaat van een dagje of een ochtend in de natuur zijn. En dan komt de werkelijke innerlijke beleving komt naar buiten via het schilderij. Dit is spannend. Dit is spannend gewoon. Mag best. Dat is wel heel klassiek. Ja. Mooi dan. Ja. Fijn, hè, Loen? Ik ben zo lekker bezig. Om te hangen dat het hem niet van mij is, dit ding. Dat vind ik ook altijd zoiets typisch. Dat ik iets maak wat ik gewoon weer kwijtraak. Waar gaat dat? Ik wou dat ik heel veel muren had. Zoveel muren. En Loen. En we een soort kasteel hadden met alleen maar muren. Ja. Nou, dat zou ik toch niet willen. Jij niet? Zou je geen kasteel willen? Nee. Oh. Maar ja, misschien wel een kasteel, maar dan niet met alleen maar muren. En wat zou jij dan voor een huis willen hebben? Wel een kasteel. En wil je dan schilderijen ophangen? Ja. De schrapen. Het is ook echt het allerlaatste wat ik doe. Zo. Met dit soort schilderijen had ik met die open dag hier, dat op een gegeven moment er uit mijn strot kwam van wat schilder je nou eigenlijk? Toen zei ik van twee schilderijen staan binnen van ja, ik schilder gelukzaligheid. Dat is gewoon gelukzaligheid. Maar tegelijkertijd kan ik dan, als ik het dan eenmaal geschilderd heb en ik ga er naar kijken, kan ik dat nooit geloven. Dan denk ik, ja, gaat het brein weer meewerken. Laten werken. Soms is het gewoon ook pijn om naar te kijken. Nou.
avontuur met mijn vriendinnen op pad. Ik ben al groot genoeg om te bepalen...